In de vorige video heb ik verteld dat ik de pro wil gaan trollen met een explosieve boom. Dat lukte uiteindelijk helaas niet, maar het lukte ons wel om de muur van ons fort helemaal af te maken. Heb jij nou nog vette ideeën die wij kunnen bouwen in ons fort? Laat het zeker even hieronder weten in de reacties, net zoals al deze mensen. Ik ben hier weer in onze fantastische survival wereld natuurlijk. En de pro is nog niet online en dat is helemaal top, want dan kan ik nu eindelijk even mijn masterplan gaan smeden. Ik wil namelijk de pro gaan trollen met een TNT-boom en ik heb al een heel erg goed idee hoe ik dat voor elkaar ga krijgen. Ik heb namelijk TNT nodig en wat redstone. En dan heb ik eigenlijk alles om het te doen. En ik heb in de vorige aflevering, zoals jullie hebben kunnen zien, al wat buskruid verzameld stiekem. En het enige wat ik nu nog nodig heb voor de TNT zelf is wat zand. En ik zie daar al een aardig hoopje zand liggen. Dus dat gaan we even lekker weghakken. Ik weet niet precies hoeveel zand we nodig hebben, maar daar komen we vanzelf wel achter. Oké, let's go. We nemen er gewoon even, ja, iets van 8 of zo mee. Of 10. Ja, 10 moet sowieso wel genoeg zijn, toch? Hoppakee. Laten we maar eens even kijken hoeveel TNT we hiervan kunnen maken. En let's go! Mijn hele farm is gegroeid, mensen. Dit is echt top. Hier heb ik super lang op gewacht. Hier ben ik oprecht echt super blij mee. Jullie denken waarschijnlijk van, Giel, het is maar wheat. Ja, dat is het in principe ook. Maar ik heb de vorige aflevering ook al wat eten, zoals je kan zien, gekregen van de pro. Dus daar ben ik super blij mee. Maar natuurlijk, een mooi farmpje hebben is ook niet verkeerd. En ik zag trouwens in de reacties van de vorige video dat jullie best vaak achterlieten dat jullie toch wel heel graag een boerderij zouden willen zien. Dus ik heb zo'n idee dat dat het gaat worden, maar ik weet het nog niet zeker. Laat ook nog zeker even je andere reacties weten hieronder. Oh nee, ik heb dit opengehakt en hier is het cobblestone geworden. Misschien is het sowieso maar beter als we hier even een tijdelijk deurtje maken. Oké, maar genoeg over reacties en jullie ideeën. We gaan gewoon eventjes wat TNT maken. En volgens mij doe je dat op deze manier als ik het goed heb. Nee, andersom dan. Dan moet het als het goed is zo. Ja, oké. Ik kan helaas maar net 1 TNT maken, maar dat is genoeg. We willen natuurlijk ook niet een mega troll doen op de pro. Het is pas het begin van deze wereld, dus we moeten elkaar nog een beetje te vriend houden. Maar voor de mensen die denken van, Giel, je bent toch gewoon goed met de pro? Ja, dat klopt op zich ook wel nu. Maar ik zou het toch wel heel erg vinden als ik hem niet meer terug zou kunnen pakken natuurlijk. Oh, ik loop nou trouwens al wel weg, maar ik wil eventjes wat redstone ook gaan hakken voor natuurlijk de troll die we willen gaan maken. En ik heb geen pickaxe meer, dus dat is op zich ook wel handig om te regelen. En ik heb zoveel onzin hier in mijn inventory zitten. Of nou ja, wel goede onzin. Maar ik heb het zeg maar niet allemaal meer nodig. Oké. Ik pak eventjes wat iron zo. En dan maak ik even een prachtige pickaxe. Oh, wat is die mooi. En wat ik nu even ga doen is gewoon naar de mine lopen die de pro heeft gemaakt. Die heeft hij trouwens wel echt heel erg goed gemaakt. En ja, ik zag dat er in het water onderaan in de mine heel veel ores lagen. Dus ik hoop dat ik daar ook ergens wat redstone zou kunnen vinden. In de vorige video wilden we namelijk hier zo bij dit water naar beneden hakken. Maar dat ging heel erg lastig omdat er gewoon heel erg veel water zit. Oh, en ik had eigenlijk een deur mee moeten nemen. Dit meen je niet. Oké, laten we maar kijken of dat het zo gaat lukken. Eens even kijken. Heb ik nog hout? Nee, ik heb geen hout. Oh, er zit hier wel redstone. Wacht. Ik ga even terug naar boven, want dit ga ik niet overleven op deze manier. Oh. Ik moet snel zijn. Mijn belletjes zijn op. Nee. Oh, kan ik hier omhoog? Ja. Oké. Ik ga heel even snel een deur halen. Ik ben weer terug met 1 deur sterker. En dat hebben we nodig, omdat je met een deur kan ademhalen onder water. Dat weten heel veel mensen niet. Ik wist het ook nog niet. Of ja, ik wist het wel. Ik gebruikte het nooit. Maar dat heb ik dan weer geleerd van de pro. Want die heeft zulke goede Minecraft tips altijd. Oh, let's go. Ik sta er hierin. En dan moeten we hier gewoon even dit redstone gaan hakken, joh. Ja, dat is alles wat we nodig hebben. Oh, er komt ook ziek veel redstone uit eentje, joh. Dit is top. Oké, let's go. Ik heb al 18. Ja, op zich moeten we daar al wel een heel eind mee komen natuurlijk. Maar ik hak nog eventjes deze weg als mijn belletjes nog niet opgaan. Oh, dit is spannend. Oké, waar ligt die redstone nu? Oké, ik heb hem. Snel terug. Ademhalen. Ja. Oh, dat scheelde helemaal niks. Ik heb ook al een plannetje bedacht hoe ik de pro kan laten trappen in de troll die we gaan maken natuurlijk. Want ja, ik kan wel eens een troll maken, maar de pro die trapt natuurlijk niet snel in een troll. Want hij is natuurlijk super pro, dus daar moeten we rekening mee houden. En ik heb al een best wel goed idee, denk ik. Want wat ik eigenlijk gepland had om vandaag met de pro te doen, is om wat torens te gaan bouwen bij ons kasteel. Want een kasteel is natuurlijk helemaal niks zonder toren. En voor de torens die we gaan bouwen, wil ik gewoon wat houten dakjes hebben. Dus ik dacht, als ik dadelijk eerst met de pro het stenen gedeelte van de torens gaan maken, dan zeg ik daarna van, oh, is het niet vet om een mooi hout dakje te maken? En dan trapt hij er hopelijk in. Ik weet het niet zeker, we gaan het gewoon proberen en ik zie al dat ik wat meer hout nodig heb. Deze boom ontploft gelukkig niet. Ik moet ook even een goede boom uitkiezen waarvan ik zeker weet dat de pro die gaat omhakken. Dus daar moeten we ook even goed over nadenken. Laat ik hier eventjes wat redstone in doen. Oh, trouwens, ik moet eerst wat stokjes maken. Giel, wat doe je? Oké, we maken even een hele hoop stokjes hier zo. En trouwens, ik heb echt maar 4 torches nodig voor volgens mij.
Zo, ja, dan hebben we daar genoeg aan. En wat we ook nog nodig hebben is een lever, dames en heren. Dat is ook heel erg belangrijk. En ik heb een schepje. Oké, dat is top. Dan moet deze troll zo in elkaar staan, verwacht ik. We gaan eens eventjes naar boven hier zo. En laten we eens even een goede plek gaan uitzoeken voor natuurlijk onze boomtrol. En ik wil nou ook weer niet gelijk ons nieuwe kasteel opblazen, dus dat gaan we zeker niet doen. Even kijken. Dit is wel mooi hout om te gebruiken natuurlijk straks. Dus ik denk wel dat we het hier ergens gaan doen. Ik denk dat ik al een mooie boom heb gevonden. Deze die vind ik er wel top uitzien. Wat we nu gewoon moeten doen is een gat van 3 diep uithollen onder deze boom. Zo, hopsakee. Ja. En wat we dan moeten doen is we moeten hier een lever neerzetten zo. En dan zetten we hier wat redstone op. En dan hier volgens mij wat... Oh, volgens mij moet hij zo. Ja. Zo moet hij staan. Hoppakee. En wat er dadelijk dus gebeurt, als de pro deze boom omhakt, dan wordt deze lever getriggerd. Waardoor de TNT die ik hier neer ga zetten gaat ontploffen. Dus dit wordt echt geniaal, hoop ik. Het is een hele makkelijke troll, maar wel echt een hele leuke. Oké, ik ga dit eventjes hier zo weghakken zo. Kijk eens. En dan plaats ik dit gewoon even helemaal vol. En ja, dan ga ik nu even wachten totdat de pro online is en totdat het gras gegroeid is. Want zo valt het wel een beetje op. Oh, kijk, het begint al te groeien. Helemaal top dit. Oh, hier moet er ook nog één. Niet te vergeten. Hoppakee. En ik zet hier ook nog even een deurblokje neer om te onthouden dat het om deze boom gaat. Ik hoop dat het hem niet opvalt. Oké, mensen. Ik zie hier de pro al binnen. Dus dat betekent dat hij er gewoon is. Pro, hallo. Hallo, Giel. Hoe is ie? Ja, goed hoor. Met jou? Ja, ook goed, ook goed. Ik kom net nog terug uit de mine. Ik heb nog even een heleboel cobblestone gehakt. Okay. En ik kwam er dus ook een heleboel kool tegen. Dus dat komt perfect uit. Dus we hebben nou nog meer steen. Ik zou niet weten wat we nodig hebben. Misschien dat de kijkertjes nog... Ik heb een idee. Ik heb een heel goed idee. En de kijkers zeiden dit ook. We moeten torens gaan maken, pro. We moeten gewoon echt een echt kasteel ervan maken. Oké, en dan zeg maar in elk hoek één. Ja, zoiets denk ik. Dat we zeg maar... Ik doe het nou even met dirt, maar dat we zeg maar... bijvoorbeeld zo een beetje zeg maar de torens omhoog bouwen. En misschien dat hij ook nog... dat klinkt goed. Zo een beetje uitkomt aan de andere kant. Zeg maar dat we dit nog meebouwen als toren, zeg maar die trappetjes hier zo. Oh ja, nee, dat kunnen we zeker wel doen. Dat kan wel heel erg vet worden. Dan hebben we echt een mega grote toren en ja, dan moeten we er wel 4 hebben. Maar heb jij echt zoveel steen gemined dan ook? Als het goed is, moet het wel goed komen, ja. Okay. Ik heb namelijk goed veel werk gedaan. Oké. Goed bezig. Je hebt gelijk al steen. Oh, wat goed. Wacht, ik heb ook nog een paar van die bricks. Die ga ik ook gelijk plaatsen. Dan moeten we wel even de hoek van de muur weghakken, denk ik. Dus ik stel voor dat we dan... Even kijken, hoe gaan we dat doen? Ja, dat we zeg maar deze hoek weghakken. En dan doen we zeg maar hier zo. Hier komt dan de omleiding zo. Kijk, bam. Ja, en dan zo. Ja. Klinkt goed. Oh, dit wordt echt super vet. Oh, wacht. Hij is nou wel een beetje ongelijk volgens mij. Ja, hij is 3x4. Dat klopt niet. Nee. Hoe gaan we dit oplossen, pro? Ik ben niet zo bouwkundig als jij bent, hè? Jij hebt natuurlijk gewoon dat deze, super grote huis ook deze weg. Gebouwd. Heel deze simpel. Gewoon dan... deze weg. Ah, kijk. Oké, goed zo. Oh, als ik jou niet had, man, dan was het helemaal niks geworden. Ah, joh, dit kan jou ook. Ja. Beetje zelfverzekerd blijven, hè? Ja, dat komt goed. Maar ik had wel een heel erg vet idee. Wat nou als we de dakjes van hout gaan maken straks? Oké, nee, dat kunnen we zeker doen. Trouwens, wil je ook even snel gaan slapen? Want het is donker. En, bouwen met monsters. Daar komt er een creeper in en is daar ook weer ons werk. Ja, vooral nu we onze muur helemaal open hebben gemaakt. Je hebt gelijk. Kom, laten we snel gaan slapen. Goedemorgen, pro. Hoe gaat het met de steen? Is het al een beetje gesmolten? Ja hoor. Oh, ik moet nog even wakker worden. Ja, het ziet er goed uit. We hebben toch wel goed veel. Ja, dit moet helemaal goed komen met die torens, denk ik, hoor. 100%. En misschien kunnen we dit wel maken van allemaal stone bricks. Of is dat niet zo mooi, denk je? Ik denk dat het een beetje raar uit gaat zien. Dus ja, ik snap toch wel dat we een beetje hetzelfde thema aanhouden als de rest van de... Ja, dus we hebben gewoon heel erg veel gewoon normaal steen nodig. Dus dan doen we hier gewoon weer zo'n rijden op. Ja, dat is het idee. Maar laten we eerst even beslissen waar we de deuren gaan doen. Ik zou zeggen, we doen er hierheen. Wow, kijk, zie je dat? Oh ja. Dan ben je een extra ding kwijt. Je hebt helemaal gelijk, bro. Dan moeten we die weer helemaal opnieuw smelten. Hebben we weer nieuwe kool nodig. En je hebt trouwens wel echt veel kool gevonden ook, joh. Hoe lang heb jij gemind? Ja, de hele tijd dat jij weg was, want ik had geen idee waar je was. Dus ik dacht van, dan maak ik mezelf ook wel even nuttig. Oké. Nee, goed bezig. Even kijken. Dan kunnen we weer even lekker verder bouwen. Let's go. Oh, weet je wat ik alvast kan doen? Ik zou alvast eens even de andere torens alvast een beetje kunnen uithakken. En hier staat een Enderman. Ga weg, Enderman.
Ga weg. Ik wil een enderpearl. Ik wil een enderpearl. Wow, deze dingen zijn echt super sterk. Misschien was het niet heel erg slim om dit ding aan te vallen. Oh, let's go. Ik heb een grasblok gekregen. Nice. Oeh, dat is de enige manier hoe je een grasblok kan krijgen. Wist je dat? Echt? Ja, endermens die kunnen blokken vastpakken natuurlijk. Oké. Okay. En grasblokken zijn de enige blokken die... ja, trouwens, die kun je of met silk touch kun je die krijgen, of... deze manier. Oké. Nee, goed om te weten. Ik leer nog wat bij met jouw Minecraft spelen, joh. Dit is niet normaal. Ja. Kijk, ik ga het hier ook weer eventjes uitlijnen. Dan heb ik het in ieder geval helemaal goed. Dus even kijken. Dan hakken we hier dit even weg. En hier ook eventjes zo. Kijk, en dan moet hier dus die toren weer komen. Oh, het is wel zonde dat we een heel stuk van de muur moeten ommaken. Maar ik denk wel dat we er iets heel erg tofs voor terugkrijgen. Hey Giel, hoe wil je het trouwens doen? Wil je dat de torens iets boven de muur uitsteken? Of dat ze even groot als de muur zijn. Ja, wel iets erboven, toch? Dan zijn het wel echt torens. Iets erboven. Maar, ja, maar ik wil zeggen, één blokje erboven of wil je het echt torens maken? Ja, ik denk iets van 3 blokjes erboven of zo. Kijk eens hoe dat eruit ziet. 3 blokjes erboven. Ik ben wel benieuwd. Kijken. Oh, mijn pickaxe die gaat het ook nog een keer begeven op deze manier, hoor. Oh. Ja, we hebben gelukkig nog wat iron, dus dat komt wel goed. Nee, dat is top. Oh, we hebben dadelijk ook zoveel hout nodig voor natuurlijk de deuren en de trapjes en de daken die we erop kunnen maken nog. En, oh. Nou, kijk eens aan. Dit is dus hoe hoog het zou zijn als ze 3 blokjes doen. Oké. Nee, dat ziet er best netjes uit. Dat is echt perfect eigenlijk. Oké, nou top. En dan neem ik aan dat we de vloeren en zo van hout doen. Lijkt me het mooiste. Ja, goed idee. Dat kunnen we zeker wel doen. Maar laten we straks pas hout gaan hakken. Want we eerst even die stenen regelen natuurlijk. Ja, eerst inderdaad even dit uit de weg. Ja. Ja, het is verder echt niet dat ik nu nog geen hout wil hakken of zo, hoor. Maar ik wil gewoon dat straks gewoon even... Waarom ben je aan die kant van de muur? Wat is dit? Ik moet daar een boom weghalen. Nee, we moeten nog geen bomen hakken, bro. Dat is... Nee, maar anders kan ik hier de toren niet neerzetten. Oké. Als je maar niet te ver weg gaat, want dan vind ik een beetje... Nee, dat komt goed. Oh, ik heb trouwens al hier een heel gat gemaakt voor de volgende toren. Dus ja, die zou je in principe al wel kunnen bouwen. Ja, ik ga gelijk aan de gang. Lekker. Oh, dit gaat zo goed, hè, bro. Ik ben echt super blij dat we al zoveel hebben. Ik ben ook echt nog steeds heel erg benieuwd wat Mick is. Die hebben we al zo lang niet gezien. Nee, ik zou het ook eigenlijk ook helemaal niet weten. Zit hij wel in dezelfde wereld? Anders waren we hem toch al lang tegengekomen. Ja, dat moet toch wel? Ja, ik zou het ook... Trouwens, ik zou niet meer verbaasd zijn met wat er allemaal is gebeurd natuurlijk. Dus wie weet. Ja. Nee. Ik zag al een paar reacties de vorige keer dat Mick ook in een wereld is met een vreemd persoon of zo. Maar ja, weet je, laat ook zeker even... Ja, ik snap het ook niet helemaal. Maar mensen, laat ook vooral even achter in de reacties als jij weet wie die vreemde persoon is of wat dan ook. Ik ben heel erg benieuwd, want ik heb namelijk echt geen enkel idee wie dat moet zijn. Kijk, deze is ook al bijna klaar. Of nou ja, niet klaar. Ik bedoel, het is helemaal weggehakt al. Dit wordt echt een topkasteel. Echt, als er dadelijk 4 van die prachtige torens op zitten, dan wordt het echt zo vet. Kijk dan, mensen. Dit ziet er toch top uit. Er moeten alleen nog wat laddertjes in en zo natuurlijk. Maar hey, dit wordt echt top. Ja, het zijn details. Ja, precies. Oké, laten we hier nog maar eens eventjes zo'n uitleidingje maken. Nou, trouwens, ik hak dit gewoon weg. Ik weet het wel uit mijn hoofd inmiddels. Kijk, zo, dat moet weg. En hier moet ook een hele rij weg. En dan alles daartussen ook. Oh, dit wordt nog best wel een taakje. Maar goed, we hebben al bijna 2 torens, zie ik. Want de pro die is al super hard aan het werk daar zo. Ik ben mijn best aan het doen. Ik heb gewoon zoveel motivatie om weer lekker te bouwen in deze server en zo. Ik vind het ook gewoon super vet wat we aan het doen zijn. Dus dit wordt gewoon heel erg ziek. Maar ik denk wel dat we nog ooit een soort van gracht of zo eromheen moeten maken, bro. Misschien iets van een lavagracht of zo, dat we echt super veilig zijn. Dat zou misschien ook kunnen. Of weet jij een betere manier? Ja, dat is misschien wel een ideetje, inderdaad. Het is meer... Een lavagracht is altijd een beetje... Ja, hoe noem je het? Het is wel onpraktisch. Gevaarlijk. Het is niet super praktisch. Dat is een beetje het ding. Nee, daar ben ik het wel mee eens, inderdaad. Even kijken. Oké, deze die hak ik nog weg. En dan heb ik gewoon al bijna dit hele ding. Ja, nee, trouwens, hij is klaar. Hier moet alleen nog maar een toren komen. En dan zijn we er gewoon helemaal klaar voor, mensen. Dit is top. Nou, als jij die toren misschien nog zou kunnen doen? Ja, dat komt goed. Ja, ik zorg eventjes dat alle ovens weer even aanstaan. Want ik zie dat ik hier wat kool kan pakken en in een andere kan doen. En dan kunnen we nog sneller steen krijgen, bro. Ja, doe maar. Hoppakee, dan doen we hier nog lekker wat steen in. En ik heb echt al superveel stone trouwens. Wat? Ik had nog niet eens gekeken hoeveel erin zat. Oh, dit is echt top. Ik heb echt al superveel. En ik heb ook superveel bricks die ik toen net heb weggehakt natuurlijk. Dus laat ik hier maar eens eventjes de toren gaan bouwen. En volgens mij moest dat zo uit mijn hoofd. Ja. En dan maken we hier ook dit nog eventjes zo. Bam. En ja, dan moeten we... Oh, trouwens, hier zitten dan die deuren. Waar zitten die? Oké, die zitten hier. Ik ben het gewoon helemaal aan het nabouwen van jou, pro. Maar ik denk dat het wel goed moet komen. Ja.
nou, ik ben ook met deze klaar, zo. Oké. Dus je hebt er al 3? Ik heb er al 3, ja. En dan moeten alleen de details en zo er nog op. Dus een beetje aan de bovenkant mooi maken en zo. Maar ik denk dat we eerst het hout moeten halen. Ja, dat is een beetje mooi aan te kleden. Ja, ik maak deze toren nog even af, ja. Want we moeten natuurlijk wel even zorgen dat de basis weer goed beveiligd is. Ja, helemaal goed. Kijk. En we hebben ook nog steeds een ingang nodig, hè. Dat ook nog. Een ingang, inderdaad. Oh, dat was ik ook alweer helemaal vergeten. Ja, dan moeten we ook even wat op verzinnen. We moeten inderdaad even sowieso een tijdelijke ingang hebben. Dat lijkt me ook wel handig. Eens even kijken. Hier plaatsen we nog even wat blokjes zo. Oké, deze toren is ook bijna klaar op, bro. We kunnen bijna hout gaan hakken. Nee, ik ga eens even kijken voor een ingang. Oh, je bent gewoon al bezig. Oké, wat goed zeg. Ja, die kunnen we dan eigenlijk net zo goed ook meteen maken, toch? We hebben nog een hoop steen, dus. Even kijken. Je wil alles goed tellen natuurlijk, dat het wel mooi symmetrisch is. Ja, precies. Dat moeten we wel in één keer goed doen. Daar ben ik het mee eens. Oh, en we kunnen misschien ook nog met dat hout wat we gaan hakken een soort van een balustrade hier zo maken, zodat je over de muren heen kan lopen. Maar dat kan ook een andere keer, hoor. Want anders dan wordt het wel heel erg veel werk vandaag. Dat lijkt me inderdaad wel een goed idee. Leuk idee. Een beetje mooi maken alles natuurlijk. Ja, precies. Maar oh nee, ik val van de toren. Oh, wacht. Ik moet ook echt eten. Ik kon niet meer rennen. Dat was het ding. Oh, wow. Dit wordt echt super vet al. Oké. Als je zo van een afstandje kijkt, dan zie je het echt wel vorm nemen, hoor. Ja, echt wel. Ik ga even wat dirt hakken, want ik moet heel eventjes hier zo op de toren komen. Even kijken. Zo, dan pakken we hier even een hele hoop dirt. Hoppakee. En hier nog een hele hoop erbij. Zo, hoppa. Oké, ik heb wel genoeg dirt om naar boven te bouwen. Top. En dan moet de laatste rij erop. En dan is deze toren, of ja, ik wil niet zeggen af, maar ook in ieder geval net zoals de andere. Dan kunnen we eindelijk wat hout gaan hakken, mensen. Oh, ik heb zoveel zin om hout hakken. Ik weet niet waarom, maar het is gewoon zo. Heb jij ook zin om hout hakken, pro? Ja, op zich wel, want dan gaan we wel een hele mooie detail krijgen natuurlijk. Daar heb ik op zich zeker, zeker. Ja, ik heb gewoon vooral zin in het hout hakken op zich, zeg maar. Niet per se werk de rest. Dit als een ingangetje, denk je? Wow, is dit is heel erg vet, ja. Ja, zeker. Ja, we kunnen er misschien nog een keertje wat dikker maken, dat we hier ook nog zo'n boog maken of zo. Ja, misschien wel. Dat kunnen we nog wel een keertje doen, maar dit is sowieso voor nu werkt dit. Zeker, zeker. Alleen moeten we wel uitkijken voor de monsters. Ja, dat sowieso. Ik denk dat we ook op een gegeven moment daar misschien iets van fences of zo in moeten doen, ik weet het. Ja. Nee, maar dat komt helemaal goed. Oké, eens even kijken. Ik moet wel... Oh, hier ligt een axe in. Oké, dat is top. Dan neem ik die lekker mee. En heb jij ook al een axe, bro? Ja, ik heb er nog eentje met de helft van de durability, dus dat moet wel goed komen, denk ik. Oké, top. Oké, bro, ik had hier dus ergens een bos gezien en dat leek me wel heel erg leuk om, zeg maar, hier even iets van een mooie boom te hakken of zo, weet je wel? Ja, een beetje afstand van het kasteel natuurlijk, zodat we ook wat bomen op het kasteel hebben. Dat is ook wel mooi. Nou, ja, ik ga bro, als jij nou hier zo aan deze kant begint, dan pak ik die kant wel. Ja, ik kom wel die kant op gewerkt. Oké. Nou, ik hak deze wel naast je, hoor. Die hoef je niet te hakken, hoor. Dan pak ik deze hier zo. Oh, welke pak je? Oh, ook deze. Oké. Ja, dit is een hele mooie boom, inderdaad. Huh? Wat? Giel. Volgens mij houdt iemand ons in de gaten. Nee, bro. Ik heb je getrold. Je bent getrold. Ik heb je erin laten trappen. Ik wilde helemaal geen mooie houten torens maken. Ik vind dit eigenlijk veel grappiger. Waarom? Nou, gewoon, je hebt Mick en mij super vaak lastig gevallen in de survival. En ik dacht, ik moet je gewoon een keer terugpakken. Dat was ik niet. Nou, dat snap ik wel. Maar daarvoor heb je ons ook gewoon super erg lastig gevallen. En je was telkens beter en zo. En dat is toch helemaal dat niet Dat was leuk. Ik niet. Dat ja. was ik niet. Ja, nee, oké, ik snap het wel. Maar het was gewoon een soort van een payback. Ja, nou, luister Giel. Allemaal in vriendschappelijke vorm, hè. Maar je kan nou wel iets terugverwachten natuurlijk. Oh, nee, bro. Het was echt een grapje. Ik wilde het gewoon... Nee. Luister. Doen. Ik ga je gewoon een keertje terugpakken. Het wordt niks ergs. Gewoon lekker vriendschappelijk houden. Oké. Maar één ding is wel... Blijf wel een beetje achter je kijken, want... Je kan zomaar een keer TNT tegenkomen. Oké, maar bro, we kunnen nu net zo goed stoppen met hout hakken, want dat was een grapje. Trouwens, we kunnen op zich oprecht nog wel de mooie houten accenten toevoegen. Dat kan best mooi zijn. Luister, het idee met de torens en zo was gewoon goed, dus ik blijf lekker hout hakken, hoor. Oké, dan blijf ik ook lekker doorhakken. Klik hier om te zien waar Mick op dit moment mee bezig is. En vergeet ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal en op het kanaal van Mick, om op de hoogte te blijven van deze gehele survival serie. Dan wil ik jullie allemaal ontzettend bedanken voor het kijken, mensen. En dan zeg ik nog maar één ding. En dat is later. Doei doei.